De regering gaat in de komende jaren werken aan de verdere verbetering van elektriciteitssubsidie aan kwetsbare groepen binnen de samenleving. Om dit te bewerkstelligen zal de doelgroep worden geformuleerd en de hoogte van de subsidie worden vastgesteld. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen liet dinsdag in de Nationale Assemblée weten dat de groep kwetsbare afnemers in aanmerking kan komen voor maximaal 50% subsidie van de rekening. Echter zullen deze afnemers genoodzaakt zijn om maatregelen te treffen om te bezuinigen op energie. Ik zei het eerder, de subsidie zal niet zonder meer geschieden en er zullen regelmatig de nodige controles worden uitgevoerd en de verbruikers geïnstrueerd en ondersteund om efficiënte maatregelen in hun systeem door te voeren. Ook staat de regering een grote mate van transparantie voor wanneer het gaat om wie precies tot deze groep moet behoren. En de EAS is belast met het beheer van dit bestand, als ook de mutaties hierop. En de minister van Natuurlijke Hulpbronnen ziet toe daarop. Een totaal nieuwe situatie, voorzitter. De minister van NH zal uiteindelijk de lijst bekrachtigen en wij denken dan zelf aan publicatie van het overzicht van kwetsbare afnemers. De bewindsman haalde verder aan dat de herziening van de elektriciteitstarieven uiteindelijk moet leiden naar de garantie voor het leveren van energie. Daarnaast moet de verhoging ook bijdragen aan de verbetering van de beschikbaarheid van elektriciteit. Daarmee bedoel ik dat onder andere klanten een betrouwbare elektriciteitsvoorziening moeten hebben. Ja, we willen niet terug, voorzitter, gaan naar perioden in Suriname die we hebben gehad van load shedding. Ja, dat vanuit de centrale bepaald wordt van oké, en nu gaan we Flora uitschakelen en dan gaan we Tamenga uitschakelen. We willen niet terug naar die situatie, voorzitter. We willen dat de beschikbaarheid van elektriciteit gegarandeerd wordt. En we zijn nog niet klaar. De regering zet stappen richting de formalisatie van een stuurgroep. En die moet zijn een stuurgroep voor de energievoorzieningssector. En zij zullen dan adviseren over de implementatie van efficiëntiemaatregelen. Het ministerie wil er verder ook werken aan het verbreden van het gebruik van zonne-energie.